Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Heuting. Mannen in witte kleding associeer je met technisch rechercheurs op een plaats delict of asbestverwijderaars bij een slooppand. Eventueel met artsen of verpleegkundigen op een IC in een ziekenhuis. Lucas signaleert hen naar de hemelvaart van de Heer Jezus. Dit lezen wij vandaag in Handelingen 1, vers 10 en 11. Luister. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie. Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Zonder dat de discipelen het bemerken, staan er twee mannen bij hen. Uiterst geconcentreerd kijken Jezus' leerlingen omhoog. Daar ging hun heren naartoe. En nu is hij aan hun blik onttrokken. Die zien zij nooit meer terug, zou je kunnen denken. Terwijl zij naar boven turen, kijken twee anderen naar hen. Lucas vestigt even alle aandacht op dit duo. Zie, twee mannen. Alsof hij zeggen wil: let op, moet je nu eens kijken wat hier gebeurt? Nogal wat mensen denken bij hun verschijning aan engelen. Zou het? Soms manifesteren zij zich in mensen. En de auteur van de Hebreeënbrief wijst erop dat sommigen zonder het te weten engelen onderdak hebben gegeven. Zou dat nu ook het geval kunnen zijn? Ik denk het. Maar dan moet je wel weten dat Lucas diezelfde woorden ook noteert bij andere gebeurtenissen. De meest bekende is die van Jezus verheerlijking op de berg. En zie twee mannen spraken met hem: Mozes en Elia. En na de opstanding van de Heer Jezus, als vrouwen in zijn open graf staan, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En nu op hemelvaartsdag voor de derde keer. Zie twee mannen. Sommige deskundigen identificeren hen ook met Mozes en Elia. Laten wij vandaag deze verrassende uitleg eens volgen. Zij heeft ons immers veel te zeggen. Je zou dit wel kunnen zeggen: Mozes belichaamt de Torah, Elia personifieert de profeten. En vervult de Heer Jezus niet alle twee? Dat zei hij eens zelf. En over hem staat in wet en profeten geschreven. Beide mannen werden door de Heere God op een wonderlijke manier uit dit leven weggenomen. Op die eerder genoemde berg spraken zij met Jezus over zijn uitgang, zijn Exodus. Presenteert Lucas hen soms hier als zijn begeleiders? Op deze berg, die van de olijven? Hier spreken zij met Jezus leerlingen na zijn opname in de hemel. Opvallend is dat zij worden aangesproken als Galileese mannen. Dit herinnert aan hun afkomst. En die is niet meteen positief, want Galilea stond bekend als een goddeloos gebied. Uit Galilea kon je weinig goeds verwachten. Nu stimuleren die twee mannen in witte kleding, die Galileese mannen, om verder te gaan in de weg van Christus. Zoals het getuigenis van Torah en profeten voortgaat, las ik ergens. Zo gaat ook het getuigenis van het Evangelie door. Gelijk Gods wil geschiet in de hemel, zo ook op de aarde. En al sprekend verbinden deze twee mannen Jezus vertrek met zijn terugkomst. Want deze Jezus, is het je opgevallen hoe het hier staat? Let op dat aanwijzend voornaamwoord, deze, dus geen ander. Deze Jezus komt terug, op dezelfde manier zoals jullie Hem hebben zien gaan. Zoals de wolk Hem ontrok aan jullie ogen, verschijnt Hij ooit weer op de wolk. Later schrijft Johannes bijvoorbeeld in de Openbaring. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. En ook ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als een mensenzoon. Hoor je ondertussen hoe hemelvaart en wederkomst nauw met elkaar verbonden zijn? Kijk jij zo deze dagen hoopvol omhoog? en zie je tegelijk verwachtingsvol uit naar Jezus' komst? Die twee witte mannen, Mozes en Elia, nemen ons in deze gedachte mee. Twee mannen in witte kleding. Op het eerste gehoor zou je van hun aanwezigheid kunnen schrikken. Alsof zij regisseurs zijn op een plaats delict. Asbestverwijderaars bij een slooppand. Of verpleegkundigen in een ziekenhuis. Deze twee verschijnen echter bij Jeruzalem. En zij brengen een bijzonder goede hemelvaartsboodschap. Zelfs voor jou en mij. En de geest opent je ogen en trekt je blik omhoog en tegelijk ook naar voren. Ten slotte. Let ook nog even op de locatie. Hoewel de naam morgen pas valt, noem ik die naam nu al. De berg van de olijven. Volgens de profeet Zacharia de plaats waar de Messias komt. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Op die dag zal het geschieden. Zover is het nog niet. Maar hemelvaartsdag werpt er al wel licht op vooruit. Jezus komt. Wie weet hoe snel al. Binnenkort. Vandaag misschien. Alle ogen zijn er opgericht. En kinderen zingen. Elk oog zal hem zien als Hij komt op de wolken. Hij brengt al zijn kinderen thuis. Halleluja. Zing de Heer een nieuw lied. Laten wij bidden. Soms verschijnen zomaar boodschappers van u, O God. Zoals toen die twee mannen in witte kleding, zo ook nu in dit bericht, deze podcast, dit woord voor vandaag. Wij staren deze dagen naar boven nog even en het is hemelvaartsdag. Maar ineens wordt onze blik ook naar voren getrokken. De dag waarop Christus komt. Bemoedig ons, Heere, onze God, met wet en profeten en Torah. Je zou kunnen zeggen: de boodschap van Mozes en Elia en vooral Christus. Wet en profeten getuigen van Hem. Wij danken U voor Zijn woord. Amen.